Hey allemaal, nog een keer welkom bij The Comfy Cozy Club, de online versie van Studio Natuurlijk. Ik heb vandaag 10 minuten aan heupen en hip openers voor jullie. Dus, we beginnen op all fours. Dus geef jezelf heel even om naar all fours toe te komen. Zet je knieën onder je heupen, je polsen onder je schouders en spreid je vingers super wijd. Houd de druk uit je polsen door in je duimmuizen te duwen, in je pinken te duwen. En maak je eerst... Maak eerst je rug eens zo lang mogelijk. Dus vanaf je staartbeen helemaal tot je kruin. Breng je schouderbladen bij je oren vandaan. Stel je voor dat je je allerlievelingsdrankje op je nek neerzet. Zo lang is je nek. En dan duw je heel stevig in de, bal, sorry, in de vreef van je linkervoet. En je brengt je rechtergrote tenen richting het plafond. Zonder dat je in je linkerheup komt te hangen. En dan draaien we rondjes vanuit de rechterknie. Dus we beginnen gelijk al met het soepel maken van die rechterheup. En het belangrijkste hier is dat je niet je gewicht helemaal naar links laat zakken. Dus hou je armen evenredig lang. En als je merkt dat dit voor jouw lijf onmogelijk is, als je bijvoorbeeld best mobiel bent, of misschien zelfs hypermobiel, stek je alleen je been en buig je weer. Maar ben je aan het cirkelen? Draai je rondjes de andere kant op. En adem diep in en uit door de neus of als het goed voelt, in door de neus, uit door de mond. We zijn niet lang op de mat vandaag, dus kom gelijk naar die diepe ademhaling toe. Oké, okay, laatste rondje. En dan zet je je knie weer terug in de vloer. Je wandelt je handen naar jezelf toe, dus je komt omhoog. Je brengt je knieën iets breder dan je heupen en je zet je handen op je heupen. En dit is een hele een hele charmante oefening. Je cirkelt je heupen naar rechts. Dus denk maar alsof je hula hoopt met een onzichtbare hula hoop. En we cirkelen de heupen naar links. En dit is altijd het punt waarop je denkt, wat doe ik en waarom doe ik het? Maar je gaat zo voelen, we pakken zo de bovenbenen erbij. Kom terug naar het midden. Verleng je staartbeen omlaag. Voel dat je lage buik iets naar binnen getrokken wordt. En dan kom je vanuit deze lange rechte rug iets naar achter. En dan voel je als het goed is gelijk dat je bovenbenen op spanning komen. Cirkel je heupen naar rechts. 2 1 En cirkel je heupen naar links. 3 2 1 Kom in het midden tot stilstand. Schaamboot, staartbot naar elkaar toe. Leun nog iets verder naar achter. Cirkel je heupen naar rechts. 3 2 1 En cirkel je heupen naar links. 3 2 En 1 Kom terug naar het midden. Zet je knieën terug onder je heupen. Krul je tenen in de mat. We geven de voeten even een tegenbeweging. Duw je billen richting je hielen. Wandel je handen naar voren. Breng je voorhoofd richting de vloer. Adem diep in richting je voetzolen. En uit. Adem in. Breng je gewicht terug naar het midden. Pols onder je schouders. Knieën onder je heupen. Duw heel actief in je rechtervreef. Til je linker grote teen op richting het plafond en cirkel je linkerknie. Hou je armen even lang. Hou je nek weer lang. Dus denk hier aan je lievelingsdrankje. Rose lemonade. Cirkel je, ron, je rondjes de andere kant op. Laat maar weten aan welke drankje jij aan het denken was. En je laatste rondje. En zet je knie terug in de vloer. En dan mag je naar je rechterzij komen. Dus kom naar je rechterzij. Stek je rechterarm uit in lijn met je schouder. Stek je benen uit. Zet je linkervingertopjes voor je. En lift je linkerbeen iets op omhoog. Flex je linkervoet. Adem uit. We geven twee kicks naar voren. Dus het is kick, kick, point. En terug naar achter. Flex. Adem uit, uit, point. En terug naar achter. Laatste twee. Laatste keer. Voel dat je je core hier nodig hebt om jezelf te stabiliseren. Breng je been terug naar het midden, maak je been extra lang. Dan cirkelen we hele mooie ronde rondjes vanuit die linkergrote teen. Blijf doorademen. In en uit door de neus, of in door de neus en uit door de mond. Hou jezelf verder zo stabiel mogelijk. Voel dat je core moet meewerken. Cirkel je rondjes de andere kant op. En dan hoop ik dat je je linkerheup begint te voelen. Oké, okay, nog 5, 4, 3, 2. 1, flex je voet, duw je hak bij jezelf vandaan. Babypols is omhoog, dus dus op, 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 op. Oké, okay. nog 5, 4, 3, 2. 1, je linkerhand, pakt je linker enkel vast. Tek je enkel naar achter, duw je heupen naar voren, tek je staart tussen je benen. Adem diep in. Adem uit, laat los. Duw jezelf op omhoog. Nothing fancy. We zwaaien gewoon de benen de andere kant op. En je komt op je linkerzijde liggen. Stek je linkerarm uit in lijn met je schouder. Zorg dat je benen iets voor je liggen, niet achter je. Lift je rechterbeen in lijn met je rechterheup. laag buik, tek naar binnen. En met de uitademing, kick. Kik naar voor, point en naar achter. Flex, point en naar achter. De laatste twee. Kom terug naar het midden. Hele mooie ronde rondjes. En dan maken we het hele kleine cirkeltjes. Dus denk maar zo groot als een cheerio. Op, 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 op. Voel hoe hard je rechterheup moet werken. Rechterknie wijst naar voren. Dus we pakken in deze practice vooral die zijkanten. We openen door de heup, maar versterken ook de heup. Hele mooie aanvulling als jij veel sporten doet of veel bewegingsvormen waarbij je juist voorkant-achterkant van het lijf teent. Andere kant op, 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 op. Vijf, vier, drie, twee, één. Flex je rechtervoet. Duw je hak bij jezelf vandaan. Baby pulses. Op, op. Op. Hoe viel de burn? 5, 4, 3, 2, 1. Pak met je rechterhand je rechter enkel vast. Trek je enkel naar achter, duw je heupen naar voren en trek je staart tussen je benen. Dus verleng je onderrug. Laat je rechterknie niet omhoog, niet omhoog wijzen. Vooral niet als jij super flexie bent. En als je druk voelt in de knie, flex dan je voet. Oké, okay, adem nog één keer diep in. En uit. Laat los. En dan mag je op je rug komen te liggen. Dus misschien rol je jezelf alleen maar eventjes om. Breng je rechterenkel over de bovenkant van je linker bovenbeen. En trek de achterkant van je linkerbeen naar jezelf toe. Dus we openen door de rechterheup. Ontspan je schouders omlaag. Hou je nek lang. Stuur je ademhaling naar die heup toe. En zelfs aan de andere kant. Leg je linker enkel op je rechter bovenbeen. Trek de achterkant van je rechterbeen naar jezelf toe. Stel je voor dat je je rechtervoet tegen een muurtje aanduwt. Voel maar hoe dat de weerstand de stretch iets groter maakt. En stel je maar voor dat je vanuit de binnenrand van je linkervoet naar rechts duwt. Ook opzij duwt. En kruis je enkels. Pak je grote tenen vast, alsof je, of je buitenranden van je voet, alsof je in een liggende kleermaker zit bent. En rol een paar keer over de lengte van je rug van voor naar achter. Met de volgende keer rol je jezelf helemaal op omhoog. Je komt naar je kleermakers zit. En met de inademing cirkel je je armen op omhoog. En met de uitademing breng je je handen voor je borst. A little goes a long way. Super goed gedaan. Ik hoop je heel snel weer te zien. Doei!